Het is vandaag weer een belangrijke dag in de geschiedenis van Stichting Vaarwens. U kent Stichting Vaarwens misschien wel, maar ik zal toch even uitleggen. Het is een kleine organisatie. Het zijn eigenlijk twee mensen met mensen daaromheen natuurlijk die ze helpen. Maar in ieder geval Evert en Inge, die hebben hun boot ter beschikking gesteld voor ernstig zieke mensen die nog een laatste wens hebben om een keer het water op te gaan. Inmiddels hebben ze een tweede boot erbij. Maar vandaag is een belangrijke dag, wat ik al zeg, want er wordt een derde boot gebouwd. Nou, die moet nog getekend worden, ontworpen worden. En vandaag is hier aanwezig de architect. En er wordt nu een contract ondertekend, zodat de architect ook echt aan de slag kan. Nou, we gaan straks even kijken hoe dat gaat, dat ondertekenen. En natuurlijk zullen we mensen spreken, zoals Evert en de architect, over ja, waarom is dat eigenlijk nodig, die derde boot? Nou, een historisch moment voor de Stichting Vaarwens. Namens het bestuur mag ik een handtekening zetten, waarna Inge en de ontwerper ook gaan tekenen en de andere mannen gaan tekenen. Maar het is echt een mijlpaal voor de stichting, omdat we gaan werken aan een tweede boot. Dus daar gaan we. Nou, Inge. Daar gaan we dan. Wat een stilte, hè? Ja, op zo'n moment. Op zo'n moment. Het is ook wel spannend. Ja. Nou, Arnold, nou jij. Mijn beurt. Zou je het wel doen? Ja, zeker. Jij, hè? Ja, echt wel. Zo, staat erop. Gefeliciteerd. Ja, dankjewel. En wij ook. Jullie ook. Dankjewel. Alsjeblieft, meneer. Nou, Arnold. Ja, kan ik ook tekenen. Ja. En we hebben het volste vertrouwen in. Leuk. Dat je een prachtig schip gaat ontwerpen voor ons. Dankjewel, voor het vertrouwen. Super. Ja, dat gaat vast helemaal goed. Super. Ik ga nog vast. Ja, dankjewel. Ja. Bedankt voor de opdracht. Nou, Arnold, je hebt een mooi contract binnen om te gaan. Zeker. Tekenen. Ja. Hoe ga je nu te werk? Want je hebt een aantal eisen gehoord. Je kan niet zo een kopie maken van het vorige schip. Nee. Allereerst ben ik hartstikke blij met de opdracht natuurlijk. En dat de stichting mij de kans geeft om dit te mogen ontwerpen. En het vertrouwen geeft. Dus daar ben ik ontzettend blij mee. Maar we hebben al heel veel gesprekken gehad met elkaar. Dus ja, we hebben wel een heel beeld gevormd wat het moet gaan worden. En er komen nog meer gesprekken met elkaar hoe we het technisch helemaal uit gaan werken. Maar ik heb in mijn kop al redelijk beeld hoe het schip eruit gaat zien. En ja, nu het contract getekend is, ga ik achter de tekentafel. Ja. En dan ga ik een ontwerp maken. En zodra de eerste lijnen op papier zijn, ik denk nou, dit is wat om te presenteren. Dan spreek ik weer af met Dirk-Jan en Evert. En dan gaan we het bespreken en dan uiteindelijk gaan we het helemaal vormgeven tot wat het moet worden. Ja, ja, dat is natuurlijk een heel proces. Ja, absoluut. Ja, ja, oké. Okay. Het is niet van je gaat één keer een tekening maken en van nou ligt het dan. Nee. Okay. En dat heb je natuurlijk al vaker gedaan. Ja, nee. Ik doe het al eigenlijk mijn hele leven. Ik teken al bootjes vanaf mijn 10e, 11e jaar. Dus, oké. Ja, ja, dus ik doe het al heel lang. Ja. Een goede handel. Ja. Okay. Ja, ik denk het wel. Ja. Oké, okay, wanneer denk je dat je met het eerste ontwerp kan komen? Het eerste ontwerp, ja, ik denk met een maand ongeveer, dat ik wel de eerste schetsen kan laten zien. Okay. Ja, ja. Nou, we gaan dit natuurlijk volgen. Ja, dus, ja. Ja, succes met het ontwerp. Dankjewel, ja. Ik heb er zin in. We houden allemaal contact. Ja, leuk, dankjewel. Het contract is getekend, een mooi moment. Ja. Nou, is het nou de tweede boot of de derde boot? Vertel. We zijn begonnen met ons eigen schip. Waar Inge en ik op wonen. Dus daar hebben we tot in 2020 mee gevaren en de helft van alle vaarwensen zo'n beetje gemaakt die er tot nu toe gemaakt zijn. Ja, ja. Maar het werd veel. Dus toen in 2020 kwam er een eigen boot van de stichting. Ja, oh, dat was de eerste. De stichting boot, zeg maar. Eigenlijk boot van de stichting. Ja, ja. Precies. Oh, oké. Okay.
Nou Inge, ben je blij? Ik ben heel erg blij. Ik bedoel, de aftrap is genomen. Iedereen kan beginnen. En het duurt nog wel even voordat het tweede schip van de vaarwens er is. Hè, het moet eerst getekend, dan gebouwd. Het geld moet eerst nog bij elkaar. En dan kunnen we na, ik denk 2 jaar misschien, met 2 vaarwensschepen aan de slag. Ja, en wat vind je nou het belangrijkste aan het nieuwe schip? Nou, sowieso het belangrijkste. Kijk, ieder jaar krijgen we weer meer aanmeldingen binnen. Dus straks kunnen we het niet meer aan met 1 schip. En wij trekken ons terug met de meander. Dus dat is dan geen optie meer. Als je 2 schepen hebt, dan kun je daar weer even, heb je de ruimte, de continuïteit, de zekerheid. En het elektrisch varen. Dat is heel belangrijk, want in Amsterdam wordt dat straks echt een verplichting. Nou, als de vaarwens 1 omgebouwd moet worden naar elektrisch, dan duurt dat wel 2 maanden misschien dat hij op de kant moet. Nou, dat kan nu niet, want we hebben te veel aanvragen. Het hele jaar door. Hè? In de winter hebben we 3 vaardagen in de week. Nou, in de zomer 7 dagen in de week vanuit Amsterdam. En dat is gewoon niet te doen meer dan. En met hoeveel mensen zijn jullie eigenlijk? Want ik ken jullie 2, maar er zijn, of 3 eigenlijk. Maar zijn jullie? We hebben bijna 100 vrijwilligers. We hebben heel veel schippers, we hebben bootsen, we hebben mensen uit de verpleging, de zorg. Mensen die zorgen voor de catering aan boord. Ook dat het gebracht wordt. Het schip moet schoongemaakt worden, onderhoud, technisch. Het is een heel bedrijf geworden inmiddels. Ja. 17 jaar geleden had ik niet gedacht dat het zo zou gaan. Nee, want toen waren jullie gewoon met z'n tweeën. Ja. Ja, toen deden wij alles met z'n tweeën. Ja, en pas in 2009, toen kwam er eens een keer iemand bij, zeg maar, die mee ging helpen. Nou, zo ging dat langzaamaan werd het steeds voller en drukker en heel mooi. We hebben zo'n leuke club. De meander ligt hier in Monnikendam nu als reserveschip. En als er een spoedwens is of de vaarwens die in Amsterdam ligt, die heeft pech, die krijgt een kloshouder in de schroef. Ja, dan zet ik mijn liftje er weer in en ga ik ook weer varen. Ja, en als die, zoals vorig zomer was die helemaal volgeboekt, meerdere malen. En dan komt een spoedwens binnen. Ja, dan zegt Inge van, wil jij die spoedwens doen? En dan zet ik mijn liftje er weer in en varen we met 2 schepen op 1 dag. Ja. Ook dat wordt weer steeds meer. Komt ook nog bij dat er ook onderhoud gepleegd moet worden aan de schepen. En daar is nu eigenlijk gewoon geen tijd voor. En omdat het is zo druk met wensen. En het is belangrijk dat we ook voor de continuïteit dat er doorgang kan krijgen. Ja, en dat schip wat nu gebouwd gaat worden, waar moet die aan voldoen? Wordt het een kopie van de andere boot of wordt het een hele andere boot? Ik denk dat die wel een beetje anders wordt, maar dat hangt nog wat. En vanaf wat Arnold ervan gaat maken, want we willen een beetje dat loodsboten effect erin zien te krijgen. Dat staat ook in ons logo, de meander die stond natuurlijk als model als eerste schip. Ja. Dus hij moet een beetje meer op een loodsboot lijken. Maar voor de rest qua functionaliteit, er moeten weer liften in komen, aangepaste toiletten, tilliften, liften bij de stuurstand voor rolstoelen, zodat iemand die ALS heeft en die al in hun joystickje kan bedienen, met zijn rolstoel door achter de stuurstand kan rijden. Ja, dat kan nu niet? Dat kan nu met de huidige vaarwens ook, maar dat komt met de meander niet. Oh ja. Okay. He, want het schip is daar niet op gebouwd. Ja. Dus als je daar een rolstoel van 400 kilo aan boord krijgt, die krijg ik nooit via mijn trapliftje de stuur erin. En helemaal al niet in achter de stuurstand, want daar is het schip niet op ingedeeld. Nee. Heeft hij nog meer eisen, die boot? Ten opzichte van de vorige boot? Ja. Nou, wat er echt vernieuwd. Kijk, dat je dus met die brancards en dergelijke. En dat die goed konden functioneren op dat schip. Dat hadden we al met de vaarwens die nu in Amsterdam ligt. Waar we nu mee varen. Maar wat we nog beter willen maken is onder andere dat we elektrisch kunnen gaan varen. Oh ja. Want ja, dat is natuurlijk naar de huidige eisen. En dat is natuurlijk ook voor het genot van de mensen. Als je natuurlijk elektrisch vaart, is helemaal stil. Ja. En we hebben het idee dat het nog fijner gaat worden dan. Ja. Nou ja, en ja, bijvoorbeeld, het is heel belangrijk dat je gewoon een hele goede grote natte ruimte hebt. Waar je naar het toilet kan en dergelijke, maar waar je ook met de brancard of met de rolstoel in kan. Ja. Dus dat soort eisen geven we allemaal mee aan Arnold. En dan moet Arnold iets moois van gaan maken. En daar hebben we het volste vertrouwen in. Okay. Ja.
En daarna moet die toe worden gebouwd. Ja. Dus dat hele project, hoe lang denk je dat dat gaat duren? Dus eerst tekenen, dus dan zetten we Arnold even onder druk. Van dan is dat klaar en dan moet het ook gebouwd worden. Hoe lang duurt dat ongeveer? Wanneer is de tewaterlating gepland? Ja. Nou, de tewaterlating, ik denk dat bouwen, dat gaat ook wel een jaar duren. Maar voordat we kunnen bouwen, moet er eerst geld genoeg zijn. Ja. En als er geen geld genoeg is, kunnen we niet bouwen. Zo simpel is het. Okay. Dus het zou kunnen zijn dat als Arnold klaar is met het ontwerp, dat er nog niet genoeg geld is. En dat we dus nog niet kunnen starten met bouwen. Nee, er is natuurlijk een hoop geld nodig om zo'n schip te bouwen. En we zijn er nog niet. We hebben nog een patiënten nodig. En we zijn niet afhankelijk van gewoon spontane donateurs. Er zijn wel stichtingen, er zijn wel fondsen waar we aanvragen. Het loopt van alles. Maar een heleboel kleintjes maken ook een grote. Dus als mensen ons willen steunen. Het Giro-nummer staat onder in beeld. Het is voor ons zo belangrijk dat we kunnen blijven varen. En nee zeggen staat niet in ons woordenboek. Daarbij komt dat we kunnen onze gasten ook geen foutje geven. Van komt u over een 14 dagen maar meer weer, want we zijn volgeboekt. Dat kan niet, want dan zijn ze er vaak al niet meer. Nee, precies. Nee. Dus iedere donatie is heel belangrijk, zodat wij niemand hoeven teleur te stellen. Nee. En de mensen die zich daarvoor aanmelden, hè, dus die zo'n dag meemaken, betalen zij daarvoor? Nee, als iemand zegt van ik heb nog één wens, ik wil nog graag een keer het water op. En dat kan soms om 11:55 zijn. Dan hoeven ze alleen maar op de website een formuliertje in te vullen, www.vaarwens.nl, het intakeformuliertje invullen. En binnen 24 uur wordt er contact opgenomen, wordt er eventueel ambulancevervoer geregeld, er worden vrijwilligers geregeld, die machine gaat in werking. En de eerstvolgende gelegenheid kunnen ze al mee. Want de ziekte heeft altijd haast. En die heeft veel meer haast dan de mensen in de gaten hebben. Dus we hebben al een heleboel wensen binnengekregen dit jaar, die we ook al gepland hadden, maar die hun wens niet meer hebben kunnen maken, omdat ze gewoon daar te laat waren met het aanvragen. Ziek zijn en ze willen zich aanmelden. Op wat voor moment is eigenlijk het geschiktste moment om je dan hiervoor aan te melden, als je eigenlijk altijd haast hebt? Eigenlijk als ze nog goed zijn. Niet wachten tot het laatste moment. Zolang je nog een beetje goed bent, je hebt te horen gekregen van u bent uitbehandeld, ga uw zaakjes maar regelen, ga herinneringen maken. Dat is gelijk het moment om een aanvraag in te dienen. Ja. Want de ziekte heeft altijd haast en voor ze het weten kunnen ze al niet meer mee. Dus mensen, alsjeblieft, als je mee wilt varen, dien zo snel mogelijk een aanvraag in en wacht niet tot het allerlaatste moment, want dan is het vaak te laat.